Een flinke tegenvaller voor Monika Geuze, recentelijk bezocht ze met haar ex Robert Kroes de notaris voor de financiële afwikkeling van een relatiebreuk, en Monika moet Robert tonnen betalen. Vorig jaar januari kondigde Monika Geuze aan dat zij en Robert een punt achter hun relatie hadden gezet. De reden voor de breuk is nooit onthuld, maar de twee hebben nog steeds goed contact. Zo bezoekt Robert regelmatig Monika's dochter Sarah Lissy, voor wie een jarenlange vaderfiguur was. In 2021, Twee jaar voor de breuk kochten Monika en Robert een pand in Amsterdam voor 1,6 miljoen euro. Ze lieten er een hypotheek op vestigen van 1,4 miljoen euro en waren beide voor de helft eigenaar van het pand. Maar omdat Monika met Sarah Lissy in het pand wilde blijven wonen, moest ze Robert uitkopen. De waarde van het pand werd vastgesteld op 2,2 miljoen euro, meldt Weekblad Party. Dit betekent dat er een overwaarde van 600.000 euro op het pand rust... Waardoor Monika haar ex maar liefst 300.000 euro heeft moeten betalen. Volgens Party heeft Monika dit aanzienlijke bedrag inmiddels overgemaakt naar de rekening van Robert. Ondanks deze financiële klap staat Monika open voor een nieuwe liefde en is ze bereid er volledig voor te gaan als ze de juiste persoon tegenkomt.